De prehistorische meester van de heidegroeven in Nieuw-Namen ontwaakt uit haar winterslaap. De zeildoeken die de groeven moesten beschermen tegen regen en vorst zijn afgelopen week verwijderd. Vrijwilligers voerden vandaag allerlei werkzaamheden uit om de groeven weer toonbaar te maken voor het grote publiek. In de wintermaanden dan hangt er zeil voor om de erosie van wind en vorst wat tegen te gaan. Dus nu hebben we het afgehaald, schoongeborsteld, het losse zand weggevoerd. En er is vandaag ook een ploeg vrijwilligers bezig om nog wat willigenopslag te verwijderen, wat boompjes nog in te planten. De zandbak weer in orde te maken, zodat straks de kinderen er weer in kunnen gaan zoeken naar fossielen. Vanaf zondag 1 april is de groeve weer elke dag geopend.